Binnen 2 maanden na het aantreden van het nieuwe college is er een zomernota gepresenteerd. In de zomernota wordt een voorschot genomen op de begroting van 2015. Daar ben ik blij mee, want dat betekent dat het college heel snel aan de slag is gegaan. En de eerste begroting al gelijk benut om een aantal accenten te leggen en wat impulsen extra te realiseren. Het echte werk komt er nog aan, dat is dan het collegeprogramma wat we nu aan het schrijven zijn. Dat komt er ook binnenkort aan. Dat is 4-jarig. Maar we willen de kans niet onbenut laten om al in de nieuwe begroting accenten te leggen. Ja, ik vind sowieso de zomernota als geheel vind ik een mooi product wat we hebben opgeleverd. We proberen natuurlijk een versnelling aan te brengen in het beleid wat we nastreven. De zomernota is dan daarom ook voortkomend uit datgene wat we met elkaar hebben afgesproken uit het beleidsakkoord. Ik denk dat we eerst wel moeten realiseren dat deze college heel snel probeert een start te maken. Dus we komen nog met plannen bijvoorbeeld op het gebied van Oost, op het gebied van de woningcoöperaties. Wat ik vooral het belangrijkste vind is dat het voor de Raad echt een document is waarop ze kunnen sturen. En waarop ze ons het kader mee kunnen geven voor de volgende begroting. Want dat is de bedoeling van de zomernota. En wat wij nu hebben gedaan is een eerste concrete vertaling van wat wij nu als nieuw college zien. Er zit een stuk continuïteit van beleid in. Dus wat gaat er gewoon goed en hoe sluit je daarop aan? Ja, en waar ik erg blij om ben is dat, en dat zeg ik ook persoonlijk, is dat je echt gaat inspelen op wat er op dit moment in de stad nodig is en op dit moment gebeurt. En dat met financiële ruimte. Nou, dat is wel iets waar je ook financieel blij mee mag zijn. Financiële ruimte, dat wil zeggen dat er geld is om nieuwe dingen te doen. Ja, klopt. We hebben de afgelopen periode flink de baas op orde gebracht. Als het gaat over reserveposities, als het gaat over de bezuinigingen met z'n allen. En nu op basis van verschillende inzichten blijkt dat wat er nu ligt is dat we dat kunnen besteden aan de punten die nu aansluiten of die nu gebeuren al in de stad. Voor elk van de bestuurders zijn er wel markante punten uit de eigen portefeuille te noemen waar nu aandacht voor is in de zomernota. Ja, wat mij betreft zit er een hele belangrijke impuls in de wijk Oost. We waren al maar dan eenmalig gefinancierd met interventieteams begonnen die in Oost met name en in Nieuwland opereren. En sociale probleemgevallen, maar ook onveiligheidsgevallen goed aanpakken. Dat is een vrij intensieve aanpak. En in de zomernota hebben we die inzet structureel kunnen maken. Dat betekent dat we daar 4 jaar lang mee door kunnen gaan. €420.000 op jaarbasis, dat is niet niks. En we beschouwen dit een beetje als de eerste fase voor een bredere aanpak voor de hele wijk Oost. Oost is een wijk die toch behoorlijk in de problemen aan het komen is. Daar moeten we niet alleen aan de achterkant via handhaving optreden. Maar daar willen we eigenlijk ook echt impulsen en ingrepen in de wijk zelf realiseren. En deze €420.000 zien we als de eerste stap in dat nieuwe proces. En wat gaan de bewoners van Oost daar concreet van zien? Ze zien er nu al van dat wij met ontzettend veel gemeente, overheid, politie, blauwe brigade in de wijk rondlopen. We hebben sociale regisseurs, we doen woninginspecties. Dat gaan we nu nog naar een hoger plan trekken. Maar als we alleen maar inspecteren en handhaven, dan zijn we een beetje aan het dweilen. We moeten ervoor zorgen dat de kraan ook dicht gaat en dat we misschien een andere kraan opendraaien. En dat is de bedoeling. We willen aan de voorkant meer gaan sturen. Dat kan betekenen dat we ook achterstallig onderhoud gaan aanpakken. Dat we met de huiseigenaren gaan praten en dat we misschien ook wel eens over stedenbekundige ingrepen gaan praten. Natuurlijk samen met de bewoners. Maar we willen de aandacht voor de Oost echt naar een hoger plan tillen. Zijn er nog andere punten uit de zomernota die opvallen? Nou, wat ik opvallend vind is dat het college eigenlijk op alle domeinen van het beleid actief is. Of het nou sport of jeugd is of het sociale domein met al die decentralisaties. Het college is heel veelzijdig bezig. De ambities zijn realistisch. Bomen groeien niet tot in hemel. Dus dat betekent dat we ook wel best wel reële voorstellen doen. Maar alles wat het college nu heeft voorgesteld aan de Raad is in principe financieel dekkend. En dat vind ik toch wel knap in zo'n korte tijd dat we toch een behoorlijk investeringsprogramma aan de Raad kunnen voorleggen. Er zijn gemeenten die het financieel lastig hebben. Voor mij is het binnenstad, binnenstad en nog eens binnenstad. Met structureel geld en met incidenteel geld. U weet wellicht dat we een reserve binnenstad hebben die we een aantal jaren geleden gevormd hebben met geld van de gemeente, met geld van het Fonds Schiedam-Vlaardingen. Door allerlei projecten dreigt die reserve uitgeput te raken. Er zit nog wel iets geld in hoor, maar dat reserveren we voor een paar doelen. Dus het college heeft besloten aan de Raad voor te stellen om opgeteld de komende 3 jaar 4 miljoen euro in die reserve binnenstad te stoppen, zodat we weer
projecten kunnen uitvoeren. Maar er zit ook geld in, bijvoorbeeld om het centrummanagement te continueren en om leegstandsbestrijdingsinitiatieven, om het eens mooi te zeggen, te stimuleren. Niet alleen door de gemeente, maar ook te kijken wat particuliere ondernemers en andere mensen daarvoor initiatieven in kunnen nemen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dan zit er ook nog in het verkeersdomein zit er €500.000 structureel in om verkeersveiligheidsinitiatieven te nemen. Dat is nodig. Er zijn wat verkeersonveilige plekken in deze stad. Daar wordt onderzoek naar gedaan. En soms doemt er weer een nieuwe op. En dan is het wel prettig om geld achter de hand te hebben om dat snel te kunnen aanpakken. Als het om de binnenstad gaat. Ik denk dat veel Schiedammers er nu tegenaan kijken. Er is al wel heel veel geld ingestopt in de afgelopen jaren. En wat zien we daar nou van terug? Wat zijn de resultaten? Ja, ik zou denken fietsers over de haven, lopen ze door de Hoogstraat. Je ziet bijvoorbeeld door het project Werk aan de Winkel dat heel veel panden prachtig zijn opgeknapt. Dat daar ook soms nieuwe vaste ondernemers in zitten. Soms nu de pop-up winkels, die overigens ook best een toevoeging zijn. Het openbaar gebied is opgeknapt. Dat is al wat langer geleden, daar is mee begonnen ooit. De Monopool staat er van buiten mooi bij. Van binnen is het nog een beetje een casco. Maar daar hebben we toch ook ruim een miljoen in geïnvesteerd. De Havenkerk, die ziet er steeds beter uit. Is nog niet helemaal klaar. Dus ik denk dat je, als je nu kijkt en de situatie van 5 jaar geleden bekijkt, dat je wel degelijk de verschillen ziet. Er is vooruitgang geboekt in de binnenstad. Vooruitgang geboekt, hoewel de weg nog lang is. U heeft ongetwijfeld kennis genomen van het rekenkamerrapport een paar weken terug, wat ons gemeentebestuur oproept om de Olympische Spelen van Schiedam te beginnen. Nou, of we het zo gaan noemen, weet ik niet. Ik vond het wel een vondst. Maar je kunt daar goed uit lezen, beste gemeentebestuur. Je moet nog steeds zwaar inzetten op de leegstand in het kernwinkelgebied en proberen mensen naar de binnenstad te trekken. En dan gaan we. Mensen naar de binnenstad trekken, dus ook mensen die in Schiedam-Noord wonen, proberen onder het spoor door te krijgen. Ja, ik fiets elke dag nu al naar de binnenstad, dus dat zit wel goed. Maar dat is waar, er zit veel koopkracht in Sveapark, in Spaland, Woudhoek, ook in Groenhoord wel. En we stellen vast dat er meer mensen dan nu het geval is ook hun boodschappen in het centrum kunnen doen of hun shopping in het centrum kunnen doen. En dat gaan we ook proberen. Als het om het verkeer gaat, u wilt verkeersonveilige punten aanpakken. Zijn daar voorbeelden van? De rotonde op het Nieuwlandplein. Daar zijn in het verleden wat vervelende ongelukken gebeurd. Er wordt op dit moment nog gekeken naar de aanpassingen die daar zouden moeten plaatsvinden om hem veiliger te maken. Nou, als we dat in beeld hebben, dan gaan we rekenen. En dan zul je zien, dat gaat geld kosten. Dus daar hebben we dat budget wat ik net noemde onder andere voor nodig. Maar vast niet alleen voor het Nieuwlandplein? Nee, een ander voorbeeld is de Laan van Bol S. Is ook recent in beeld geweest. Ligt iets anders. Is geen rotonde, maar daar zit wat onveiligheid in de verkeersrichtinstallatie die er staat. De zebra's die er zijn. Dus daar gaan we ook naar kijken. En daar heb je soms ook geld voor nodig. Twee hele mooie punten wil ik er wel eventjes uitlichten. 1 is dat we de gemeenteraad gaan voorstellen om nog 2 extra scholen in Schiedam te bouwen. Eentje in Noord als vervanging voor de Troubadour voor de regenboog en voor El Voorkan. En eentje als vervanging van MAVO Schravenland. Dan hebben we het over schoolgebouwen die hard aan vervanging toe zijn. En waarvan wij vinden dat het goed is om aan de gemeenteraad voor te stellen om hier geld voor beschikbaar te stellen. Zodat we daarmee aan de slag kunnen. En dat komt dan nog bovenop het verhaal dat het Rijk een uitname doet uit het gemeentefonds voor onderwijshuisvesting. Dat compenseren we ook in deze zomernota. Maar dat geld wat het Rijk eerst aan de gemeente gaf voor onderwijshuisvesting, dat gaat nu toch naar de scholen toe? Nee, dat gaan ze voor een deel wel uitnemen voor onderhoud, buitenonderhoud aan scholen. Maar in principe is het zo dat men ooit eens bedacht heeft in de Tweede Kamer dat niet alle gemeenten hun geld wat ze krijgen voor onderwijshuisvesting ook daadwerkelijk daarvoor gebruiken. En ze hebben gezegd, dan kunnen we een deel uitnemen. Nou, hier in Schiedam doen we het keurig netjes. Bij 100,2% van wat we krijgen van het Rijk besteden we ook aan onderwijshuisvesting. Dat is ook de reden dat wij nu zeggen dat moeten we wel aanhelen in de begroting. Want ja, de onderwijskwaliteit hangt natuurlijk nauw samen met in welk gebouw het onderwijs gegeven wordt. En dat is ook de reden dat we zeggen, en daarnaast willen we graag nog 2 nieuwe schoolgebouwen neerzetten. En die school in Noord, in Groenoord, waar komt die nieuwe school te staan? Ja, die komt ergens in de buurt te staan van waar de 3 scholen nu staan. Hè. Die staan als het ware in een soort van driehoekje. Nou, ergens in dat gebied zal die moeten komen te staan. Dus het blijft wel gewoon in de wijk? Dat is wel de bedoeling, ja. En het is dan tevens de bedoeling dat we meer leerlingen uit die wijk ook weer in de wijk naar school trekken. Dat was het ene punt. Wat was het andere punt?
Nou, een punt waar ik erg gelukkig van word en wat ook in het beleidsakkoord al te lezen was, is dat we gaan voorstellen om geld beschikbaar te stellen voor het gratis openbaar vervoer voor de minima in Schiedam. En om hoeveel geld gaat dat dan? Nou ja, er is extra geld beschikbaar. Dat is om en nabij de 470.000 euro. Dat fluctueert een beetje per jaar. En nou ja, we weten nog niet precies hoeveel we daarvoor willen inzetten voor het gratis openbaar vervoer. We hopen daar een stuk goedkoper voor uit te komen natuurlijk. Dat betekent ook dat we heel goed moeten kijken van wat zijn dan de uitvoeringskosten waarmee het gepaard gaat. Dat er scherp onderhandeld moet gaan worden met de RET. En dat we ook eventjes moeten kijken van hoe gaan we de doelgroep precies definiëren. Want wat is die doelgroep? Zijn dat alleen mensen met een uitkering? In principe zijn de doelgroep mensen met een minimuminkomen. Dus dat kunnen ook werkenden zijn met een laag inkomen. Dat kunnen chronisch zieken en gehandicapten zijn. Dat kunnen gezinnen met kinderen zijn. Dat kunnen mensen zijn die boven de 65 zijn, dus met pensioen zijn. En wij zeggen dat we het ontzettend belangrijk vinden om de maatschappelijke interactie die kan ontstaan door gebruik te maken van het openbaar vervoer te stimuleren. Als je kunt gebruik maken van het openbaar vervoer, kun je makkelijker bij iemand op visite gaan. Het wordt ook iets makkelijker om naar je sollicitatiegesprek te gaan. Een afspraak in het ziekenhuis wordt iets makkelijker. Eventjes naar de binnenstad om een beetje rond te kijken. Dat wordt wat gemakkelijker als je gebruik kunt maken van het gratis openbaar vervoer. Vinden wij heel belangrijk als college die sociale component die daarin zit. En daarom hebben we dat ook beschikbaar gesteld. De heer Roze zei bij het bekend worden van dit punt uit het beleidsakkoord, dat het niet handig was om dat al van de daken te schreeuwen, omdat het je onderhandelingspositie ondermijnt. Nou, ik ben dat niet zozeer eens met de heer Roze. Wij hebben natuurlijk ook eventjes gekeken van wat onze buurgemeenten Rotterdam en Capelle voor een dergelijke voorziening betalen. We weten inmiddels ook dat in Eindhoven ook een dergelijke voorziening bestaat en weten daar ook ongeveer de prijs van. Dus het is een kwestie van goed rekenen, scherp onderhandelen met de RET en dan valt het allemaal reuze mee. Scherp onderhandelen met de RET, maar die hanteert natuurlijk gewoon een standaardprijs voor dit soort dingen. Dat zullen ze ongetwijfeld proberen en dan is het voor ons de keus en de kans om daarmee in gesprek te gaan. En als het dan gaat om die doelgroep, mensen met een uitkering die staan al bij de gemeente geregistreerd, maar mensen met een laag inkomen die wel werken, hoe ga je daar de selectie in maken? Moeten die mensen zich allemaal gaan aanmelden bij de gemeente? Voor een belangrijk deel is de doelgroep al bij ons bekend, omdat wij als gemeente een goed werkend armoedebeleid hebben, wat over het algemeen toch gaat tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dus er zitten ook werkenden bij, er zitten ook andere doelgroepen zitten daarbij. Voor een belangrijk deel is die groep dus al bij ons bekend en zullen we kijken in hoeverre we die gemakkelijk kunnen benaderen. Op dit ogenblik zijn we ook eventjes aan het uitzoeken van hoe kunnen we dat nou praktisch aan de vork steken zonder al te veel uitvoeringskosten. Met andere woorden, dat het geld wat we hebben voor het gratis openbaar vervoer ook daadwerkelijk gaat zitten in buschauffeurs die achter het stuur zitten en niet zozeer in ambtenaren die bezig zijn met papier af te stempelen. Als ik twee paar dingetjes gewoon uitnoem, denk ik op het gebied van ondernemers. Dat we in ieder geval echt willen dat bijvoorbeeld stadspromotie veel meer op de kaart komt. Dus we hebben extra geld uitgetrokken om de Waag wat te professionaliseren. Bijvoorbeeld op het gebied van ICT, digitaal. Daarnaast op het gebied van wonen denk ik dat funderingsherstel, dat ging al. Maar dat moet eigenlijk gewoon een stuk sneller. Want anders blijven gewoon de mensen die nu hebben meegedaan aan dat funderingsherstel en dat opknappen. Worden dan benadeeld door de mensen die er niet in meewerken. En daar gaan we dus sterker op handhaven en daar hebben we extra geld voor uitgetrokken. En blijven de laagrentende leningen voor dat funderingsherstel bestaan? In principe blijft, om even terug te gaan, we hebben een aantal woningen geselecteerd waar we zeggen daar moet echt iets aan gebeuren. Daar hebben we met leningen proberen mensen over de streep te trekken. Die blijven in principe bestaan, maar we gaan wel naar meer vanaf volgend jaar naar de inrichting van een loket, zodat mensen dat meer kunnen doen. En gaan we door op het gebied van kassaherstel en duurzaamheid bijvoorbeeld gaan meer realiseren. Want nu zijn we eigenlijk wel voor die geïdentificeerde woningen echt bij de laatste. De hardnekkige gevallen eigenlijk komen aan. En daar moeten we eigenlijk meer zorgen dat ze over de streep worden getrokken door bijvoorbeeld de handhaven. Want dat kan gewoon echt niet meer. Dat is dan vooral de portefeuille bouwen en wonen. Zijn er nog andere bijzondere punten in de zomernota? Nou, niet alleen bouwen en wonen. Je had natuurlijk ook economische zaken. Dus wat ik net zeg, de Waag, stadspromotie. We gaan meer geld uittrekken ook voor acquisitie. Om bedrijven te proberen meer te lokken naar Schiedam. Maar ook op het gebied van beheer, openbare ruimte. Gaan we proberen te zorgen dat mensen meer ook sneller kleine aanpassingen in het openbare gebied. Dat we dat kunnen realiseren als mensen daarom vragen. Denk er bijvoorbeeld aan restgroen dat ergens zit. Of dat bijvoorbeeld ergens een stoeptegel verkeerd zit. Of bepaalde dat ze zeggen, nou, we willen daar bijvoorbeeld een stadstuin. Ik
ik dromen wat verder. Als mensen daar initiatieven hebben en bepaalde dromen, want de openbare ruimte is niet van de gemeente, maar is ook van de burgers hier, dan staan we in ieder geval klaar om daar te kijken wat we daarmee kunnen helpen. Daar hebben we nu ook budget voor beschikbaar. Een hele belangrijke voor mij is in deze zomernota is Schiedam Sportstad. We kennen dat vooral de laatste periode uit alle ontwikkelingen van Schiedam in beweging. Nou, daar zijn we vol mee aan de slag met de raad, met de stad, met alle verenigingen, met externe partijen. Maar Schiedam Sportstad is natuurlijk nog veel meer. En om goed aan te kunnen sluiten bij die kwaliteit die Schiedam in beweging gaat brengen, is het belangrijk, mijn inziens, dat er ook incidenteel geld beschikbaar is voor onderdelen die daar niet invallen. Denk aan gedeeltes van Harga of bijvoorbeeld Sportpark Teurleden. Om ook te zorgen dat daar ook die kwaliteitsslag mogelijk is. En het sportpark op de dak van de tunnel van de A4? Die valt binnen Schiedam in beweging. Staat die ook in de zomernota? Nee, want Schiedam in beweging is een sluitende business case op zich, financieel gezegd. Dit gaat dus echt om die kans van Schiedam in beweging goed te benutten. En te zorgen dat rond die beweging extra ruimte is om daar goed op aan te kunnen sluiten. Dus dat kan of iets zijn op het terrein van een sportgebied, maar het kan gewoon een sportterrein. Dus denk aan, misschien moet er een veld andersom omdat dat slimmer is, of moet er iets verhuizen, of moet er een hek anders, of wat dan ook. Maar ook zie je dat die verenigingen heel erg bezig zijn met hun eigen vitaliteit aan te sluiten bij wat speelt er in de stad, wat kunnen we daarin doen. Nou ja, ik vind het erg belangrijk om die verenigingen die daar keihard aan het werk zijn, om te kunnen zorgen dat we ze ook kunnen faciliteren in die beweging. Want dan staat er gewoon straks een nog mooiere sportstad. Twee hele belangrijke punten. Het belangrijkste punt is de vrijwilligers. Er gaat elk jaar structureel een vast budget naar de vrijwilligers toe. En dat hebben we mooi kunnen regelen omdat er nog zoveel uitdagingen daarin zitten. We hebben al een basis staan en dat is met name het steunpunt voor de vrijwilligers. Dat is een goede basis waar wij op verder kunnen borduren. Alleen ja, we merken gewoon gezien de opgave waar we staan dat we daar niet genoeg aan hebben. Het moet ook breder getrokken worden van hoe gaan we ervoor zorgen dat die samenleving ook straks echt wat voor elkaar gaat betekenen. Aan elkaar gaat denken en ook voor elkaar in gaan zetten. En daarmee zou je toch extra focus moeten zetten van hoe gaan we die vrijwilligers bereiken en hoe gaan we er ook bij betrekken. En welke groep hebben we nog niet aangeboord? Dat is ook een belangrijke. Hoe gaan we die bereiken? En wie zijn dat dan? Dat zijn allemaal vraagstukken waar we nu in verschillende werkgroepjes mee aan de slag gaan. En wat we straks gaan uitwerken per jaar. Van waar gaat de focus naartoe? En hoe kunnen we hem beter en strategischer neerzetten? Een ander belangrijk punt is het meldpunt. Wat we gaan ontwikkelen. En dat is bedoeld voor de decentralisaties die er aankomen. Dus de drie extra grote taken vanuit het Rijk die we als gemeente uit gaan voeren. Belangrijk is dat burgers, mensen die zorg nodig hebben, dat die niet tussen wal en schip raken. Daarvoor zullen we zorgen dat er een meldpunt komt waar iedereen bij aan kan kloppen als ze ergens mee zitten. Van klein naar groot, het maakt niet uit wat. En dat zou ook voor ons gelijk een leerpunt kunnen zijn van waar vallen die gaten nou en waar moeten wij op focussen. Dus ook voor ons eigenlijk ook een leermoment en een mooi middel om te gebruiken straks in onze beleidsvorming. Als het om die vrijwilligers gaat, wat gaan de mensen in de stad daar concreet van merken? Dat daar extra geïnvesteerd wordt in onder andere het servicepunt vrijwilligers? Dat zal een van de punten zijn waar nog meer de focus op komt te liggen. Er wordt nu ontzettend veel werk overzet en zijn al ontzettend goed bezig om dat nog steviger neer te zetten. Maar dat kan nog breder en groter. We zijn al op zoek naar combinaties met bedrijvigheid in de stad. Hoe kan je die beter voor je binden? En hoe kan je andere momenten vinden in de stad om mensen te bereiken? En dat kan nog steviger in dat steunpunt. Maar het moet ook breder uitgezet worden. Dus niet alleen het steunpunt. Maar we zijn nog aan het zoeken van hoe gaan we dat doen. En dan een van de punten is van aan de vrijwilligers zelf vragen, wat we nu al doen. Van wat vinden jullie zelf nou, wat missen jullie, waar zou je in ondersteund willen worden? Dat zijn ook een van de punten die wij nog breder uit willen dragen. Is er in de zomernota ook al rekening gehouden met de hoeveelheid geld die er vanuit het Rijk beschikbaar komt voor die drie fronten waarop er gedecentraliseerd wordt? Het totaalbedrag voor de 3D's is 40 miljoen wat er naar de gemeente komt. En dan is het nog voor ons uitrekenwerk, naar aanleiding van de Mijn Circulaire, waar we nog aan het bekijken zijn, waar komen nou echt de geldstromen terecht. Dus dat is nog waar we mee bezig zijn, om te kijken welke geldbedrag voor ingezet kan worden. Dus dat is nog wat er loopt, maar het is een enorm bedrag, dat sowieso, ja. En er is wel haast bij, want vanaf 1 januari 2015 hebben we daarmee te maken.
klopt. En dat is een beetje waar we tegenaan lopen en waar we ook in veel gesprekken, ook met VNG, maar ook wel met de ministeries, iedere keer de nadruk op leggen. We willen door. We denken ook dat we het aankunnen. Maar de tempo waarmee we opgezadeld zijn, om het zo maar te zeggen, dat is wel een beetje een zorg nog die we hebben met elkaar. En ook omdat we het naar de stad toe zo goed mogelijk willen regelen, is de tijd heel erg krap. Maar er wordt enorm hard gewerkt hier binnen de Kamer, dat kan ik u verzekeren. En dat is geweldig om te zien. En de energie is er. En dat is ook geweldig om te zien. Dus we denken dat we het gaan halen. Dus voor de Schiedammers een belangrijk teken, denk ik. Op dinsdag 8 juli vergadert de gemeenteraad over de zomernota. De vergadering wordt live uitgezonden op Look TV.